Hallo mooie mensen en welkom bij een nieuwe video. Als je over wil stappen op een veganistische levensstijl, dan is het eigenlijk altijd wel een journey. En dat is het voor mij ook nog steeds. Ik had altijd een favoriete hummus, maar ik kwam erachter dat er heel veel raapolie in zit. En daarom dacht ik, waarom maak ik het niet zelf? Dus dat is wat ik in deze video ga doen. Normaal gesproken heb ik recepten die ik al heel vaak uitgeprobeerd heb. Maar nu dacht ik, waarom neem ik jullie niet mee in mijn probeersel? Ik vind het namelijk niet erg om op YouTube ook te laten zien als er iets misgaat. Ik heb allemaal verschillende hummusrecepten opgezocht en ik heb er eigenlijk gewoon één geheel van gemaakt. Dus laten we gaan beginnen. Ik heb er zin. Voor dit recept was even wat voorbereiding nodig. Ik wilde namelijk heel graag met gedroogde kikkererwten werken in plaats van die uit blik. Daarom ben ik de dag van tevoren al begonnen. Als je nou slim bent, dan doe je de kikkererwten gewoon lekker de avond van tevoren in een weekbadje, zodat je het in de ochtend kan koken. Maar goed, ik heb in totaal een halve cup droge kikkererwten gebruikt en dit is ongeveer 125 gram. Deze worden uiteindelijk dubbel in size, dus als je gaat werken met kikkererwten uit blik, dan kan je ongeveer 250 gram aanhouden. Kikkererwten heb ik in een kommetje gedaan en hier heb ik een ruime hoeveelheid water bij gedaan. Na 12 uur heb ik dit afgegoten en dit heb ik in de koelkast gedaan. Ik had in de avond geen tijd meer om het te koken, dus ik besloot dat in de ochtend te doen. Dus in de ochtend heb ik het weer uit de koelkast gehaald. En zoals je ziet zijn de kikkererwten veel groter, maar ze zijn nog steeds vrij hard. Dus ik kook wat water en then I will throw these babies in. Ik doe wat zout bij de kikkererwten om het wat op smaak te brengen en dan roer ik het door elkaar. Ik zag dat er van die hele vieze schuimbellen op zaten, dus die heb ik eraf gehaald. Daarna heb ik het vuur iets zachter gedaan tot het punt dat het nog net aan het koken was. Ik heb het 1 uur op het vuur gelaten. Dit kan langer, maar voor nu is dit wel genoeg. Oké, terug naar het heden. Ik haal het pan van het fornuis en ik laat de kikkererwten uitlekken. Voor nu zet ik ze even aan de kant, zodat ze kunnen afkoelen. En ondertussen ga ik de knoflook snijden. Let erop dat je een klein knoflookteentje pakt. Het zit namelijk zo. Als je de knoflook erin laat zitten en het langer bewaart, dan wordt die knoflookgeur wordt versterkt. En die smaak natuurlijk ook. Mocht je nu niemand zien gedurende de dag, dan is dat natuurlijk helemaal niet erg. Maar mocht je nog mensen moeten zien, dan is het misschien niet zo chill als je hele mond naar knoflook ruikt. Maar goed, ook persik en citroen, zodat ik 1 eetlepel sap kan gebruiken. En dan gaan we door naar de blender. De kikkererwten zijn nu genoeg afgekoeld, dus die kunnen er zo huppatee bij. Dan gaan ook de knoflookstukken erbij. Dan het water. Ik deed er eerst 2 eetlepel water bij. Later bleek dat het toch wel echt veel meer nodig had, maar dat zien jullie zo. Dan doe ik de 1 eetlepel citroensap erbij, die we net zo netjes geperst hebben. Je kan natuurlijk ook voor kant-en-klaar kiezen, maar als ik de keuze heb om voor vers te gaan, doe ik dat veel liever. Dan doe ik er 3 eetlepel olijfolie bij. Achteraf had ik er misschien iets meer bij kunnen doen om het smeuiger te maken, maar voor nu is het eigenlijk gewoon wel prima. Dan doe ik de tahine erbij, de sesampasta. Hiervan heb ik 1,5 eetlepel nodig. En ik gebruik dezelfde maatlepel die ik net ook heb gebruikt. Dat is wel zo makkelijk. De halve eetlepel heb ik een beetje geschat.
Dan is het tijd voor kruiden. Ik begin met de komijn en hier gebruik ik een halve theelepel voor. Dan doe ik de zout erbij. Het is echt maar een snufje, maar geeft wel echt lekker veel smaak. Voor de peper doe ik hetzelfde, ook een snufje. En dan is het time to blend. Ik gebruik dit makkelijke hulpstuk ervoor om het een beetje te pushen. Ik kwam er al snel achter dat het mengsel te droog was. Wat ik net ook al zei, bij het water. Dus ik heb er meer vocht bij gedaan. En daarna ben ik eigenlijk gewoon blijven roeren. Uiteindelijk krijg je dan dit mengsel. Het is echt een hele lekkere, dikke pasta. Er zitten nog net kleine stukjes kikkererwt in, maar ik vind dat eigenlijk juist alleen maar lekkerder. Maar ik ben nog niet klaar. Ik ga er namelijk nog extra toppings op doen voor meer flavor. Ik gebruik gerookte paprika poeder en dit ruikt echt amazing. Het lijkt een beetje op paprika chips. Dus ik denk dat ze ook die seasoning gebruiken voor paprika chips. Kortom, amazing. En ik kon het ook niet laten om one of my faves erbij te doen. To give it some extra spice. En dan is dit het eindresultaat. Mijn probeersel. Hummus. Can't wait to try it. Dus nu is het tijd voor die taste test. Oké, de hummus is klaar en nu is het tijd om het te proeven. Het was eigenlijk heel makkelijk om te maken. Ik denk misschien alleen structuurwijs dat het iets dunner had gekund, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet erg. Mocht je dunnere hummus willen, dan kun je altijd nog wat water eraan toevoegen en dan wordt het vanzelf dunner. Je kan er ook olie aan toevoegen, maar dan wordt het wel weer een stuk vetter en zitten er ook weer wat meer calorieën in. Maar goed, dat is helemaal aan jezelf. Dan is het nu tijd om te proeven. Ik heb net al eventjes zo geproefd van de hummus zelf, maar dan is het nu tijd om het echt te proeven. Ik denk dat er wel wat zout overheen mag. Nu is hij echt veel beter. Voor een recept wat ik net uitprobeer, is het echt super lekker. Het proeft eigenlijk precies zoals die hummus bij de Albert Heijn. Maar dan niet die uit het schap, maar echt bij de, nou, hoe noem je dat nou, specialiteitenvak. Dus heel goed gelukt. Nu is dit natuurlijk alleen een basisrecept. En je kan er ook nog veel meer kruiden aan toevoegen, waardoor er net iets meer smaak aan zit. Dit is ook zeker wat ik wil proberen, maar voor nu is dit echt top. Ik ga hem zo opeten, maar ik ga eerst met jullie de video afsluiten. Dit was hem namelijk. Ik wil je hartelijk bedanken voor het kijken. Mocht je dit recept uitproberen, vergeet dan niet mij te taggen in je foto, filmpje, creatie, whatever. Tag me erin. Vergeet de video niet te liken, je te subscriben op mijn kanaal en het belicoon aan te zetten. Dan wens ik je nog een hele fijne week en dan zie ik je volgende week weer. Doei doei!